Als je aan de gemiddelde Vlaming vraagt wat weet je over Aarschot, dan is de kans groot dat de woorden Scala of Scaletta vallen. En dat is logisch, want zij zijn van hier. Maar is de gemiddelde Aarschottenaar wel helemaal Scaletta-proof? Dat gaan we testen in een aantal challenges. Challenge! Als je op een podium staat, zoals jullie bij Scaletta, dan moet je goed zingen. Moet je zorgen dat je niet staat te friemelen, dus dat je een goede move hebt en hoe je eruit ziet. Want jullie dragen toch vaak kostuums, hè? Ja. Wat is zo het tofste kostuum dat jij ooit al op een podium hebt mogen dragen? Mijn favoriete kostuum is een glitterkleedje. Hoe zag dat eruit? Gewoon een kleedje met mouwen tot hier en vol met glitter en allemaal verschillende kleuren. Dus jullie waren eigenlijk een beetje een soort van levende discobal. Ja. Alright. Zijn er soms ook kostuums die je liever niet aantrekt? Ja, mijn das, dat draag ik echt niet graag. Dat lijkt een beetje op een jongen voor mij. En ik had ook sowieso een kostuum dat leek op een zwarte pietenpak en dat draag ik echt niet graag. Je kan niet altijd alles even leuk vinden. En daar heeft de volgende challenge ook mee te maken. Jij moet iemand zoeken in Aarschot die een outfit wil aantrekken van Scaletta. Zie je dat zitten? Ja. Wat denk je dat de mensen zo zouden kunnen zeggen als je de vraag stelt? Hoe zien ze eruit? Passen ze wel voor mij? Ik denk wel dat de meeste mensen wel zien zitten. Oké, dus jij gaat eigenlijk nog extra goed moeten zoeken naar iemand die in dat kostuum past. Klaar voor? Ja. Veel succes. Dankjewel. Mevrouw, mag ik vragen? Absoluut. Ik ben van Scaletta, het kinderkoor van Scala, waarbij je zingt, danst en je werkt op je uitstraling. En we zijn hier eigenlijk in Aarschot om te testen of Aarschot wel Scaletta-proof is. En daarbij moeten we challenges uitvoeren. En daarbij vraag ik aan jou, wil je een challenge proberen uit te voeren? Oké, okay, ja, graag. Ik ben benieuwd. Hoe gaat het thuis in zijn werk? Je moet proberen een outfit van Scaletta aan te trekken. Denk je dat je dat in 30 seconden gaat lukken? We gaan ervoor, hè. Dan gaan we dat proberen. Hier hangt een Scaletta-outfit die je in 30 seconden mag aantrekken. Ben je er klaar voor? Absoluut. 3, 2, 1, start! Goed. Je hebt het gehaald. Dat betekent dat deze challenge is geslaagd. Woo!